Hallo allemaal, vandaag neem ik jullie graag mee in mijn sportroutine welke ik doe voordat ik mijn kruisbandreconstructie heb. Ik doe dat bij Basic Fit, probeer 3 keer in de week te gaan. Ik begin eigenlijk altijd met een warming-up op de cross trainer. Dit doe ik zo'n 10 minuten ongeveer. Mijn conditie moet ook gewoon een beetje op peil blijven, want dat is voor het herstel erna eigenlijk veel beter. Daarna doe ik eigenlijk altijd iets om even mijn benen te laten rusten. Nu, dit keer is het een soort van optrekken geweest, maar ik kan ook bijvoorbeeld een stukje schouders meenemen. Deze oefening is voor mijn bovenbenen heel belangrijk, want die moeten gewoon zo sterk mogelijk zijn voordat de operatie start. Dit doe ik altijd eerst met 2 benen om even een stukje warm te draaien. En daarna, zoals je nu ziet, met 1 been. Dit is mijn verkeerde been, dus de been waar mijn knie kapot van is. Hij is zwaar, je ziet het, ik neem mijn hele lichaam mee. Maar deze oefening is wel echt heel belangrijk om te zorgen dat het bovenbeen zo sterk wordt. Dit is de leg press. Doe ik ook weer om even warm te draaien, eerst met 2 benen. Ik probeer hem elke keer wat zwaarder te zetten. Want daarmee train ik mijn spieren het beste. Vervolgens ga ik zo meteen hem ook met 1 been doen weer. Op de video staat hij hier weer met alleen mijn rechterbeen. Maar ik doe hem uiteraard ook elke keer met mijn linkerbeen. In gewicht zet ik hem dan lager, want ik kan met 1 been minder wegduwen dan met 2 benen. Je ziet, hij wordt op het eind wat zwaar, maar dit is ook weer een hele goede voor de bovenbenen. Deze oefening is heel goed voor de hamstrings. Ze gaan de hamstring gebruiken tijdens de operatie. Dus die moet echt proberen zo sterk mogelijk te worden. Hij is absoluut niet fijn, deze oefening. Ik voel hem heel erg altijd. 2 dagen later heb ik er nog steeds vaak last van. Ook die doe ik daarna weer met 1 been. Eerst heel even een rondje warm draaien. Vervolgens met 1 been. Op deze video zie je hem nu met mijn rechterbeen. Die doe ik dus ook alweer met links en ik wissel het af. Ik probeer elke keer 3 setjes van 12. Soms hou ik dat bij deze niet altijd voor omdat hij vrij zwaar is dus. Deze oefening is voor mijn billen. Ook is het belangrijk dat de billen wat strakker worden omdat die de hamstring ondersteunen. En daarom probeer ik dus deze oefening ook altijd mee te nemen. Plus, welke vrouw vindt het nou niet fijn om wat meer strakkere billen te hebben? Ik vind deze heel erg fijn. En niet altijd neem ik hem mee, maar als ik er ben en ik heb er tijd voor, neem ik hem mee. Deze oefening die je nu ziet is ook weer voor de hamstring. Als ik naar beneden zak, voel ik hem altijd best wel goed trekken aan die hamstring. Dus dan doet hij echt wel wat ik vraag, zeg maar. Daarna doe ik met een band om, zo'n restrictieband zeg maar, squatten met ook een gewicht die ik in mijn handen heb. Die band die geeft wat meer weerstand en dat kan ik ook elke keer wat zwaarder zetten om op die manier de oefening van zichzelf zwaarder te maken. Hier de lunges, ook hier weer een bovenbeenspieroefening. Die ik altijd meeneem. Hierbij heb ik gewichten weer in mijn handen. En doe ik het met beide benen. Met rechts en daarna ook met links. En dat ook weer 3 setjes van 12. Als laatste wil ik altijd nog een stukje buikspieren meenemen. En niet alleen maar mijn benen bezig zijn. Deze oefening is goed voor de zijbuikspieren. En zeg maar voor alle kwapjes die wij vrouwen helaas wel eens hebben. Die doe ik ook weer beide kanten. En ook in dat gewicht neem ik vaak toe. Ik ben aan het proberen wat meer gewicht eraan te hangen om mijn buikspieren ook lekker uit te gaan dagen. Vervolgens heb ik nog een buikspieroefening zoals deze. Hij is zwaar, maar ik vind hem altijd heel erg fijn. Ik voel echt goed mijn buikspieren trekken als ik dit doe. En op die manier hoop ik dus ook iets meer aan mijn buikspieren te werken. En dat strakkere lijf wat ik graag wil
Ik hoop dat het hiermee enigszins eraan komt. Dit is de laatste oefening. De volgende video die gezien gaat worden is de dag van de operatie. Ik zie jullie dan.